En dan nu? Ja, het stond even een beetje in de kelder, het item. Hè. We hebben het bijna 7 jaar gedaan. Een enorme rij in de eregalerij van Studio Haagse Bluff. Een Paul van Vliet. Een John van Zweden bijvoorbeeld. Frits Hoefnagel. Jeetje, je overvalt me. Dit moet Jacques Brel. Sandra Schuurhoff. Sandra Schuurhoff ook inderdaad. Een illuster gezelschap. Burgemeester niet, hè? Nee, want die heeft zijn gezondheid. Anders was hij het zeker geweest natuurlijk. Allemaal very important Hagenaars. En vandaag keert de rubriek voor 1 keer terug. WIH, Very Important Hagenaar. Want we hebben hem op de veiling gezet, hè? Iemand kon Very Important Hagenaar worden. Ja, dat klopt. En Jan Melet, die zit bij ons hier in de studio. Jan, jij wilde heel graag Very Important Hagenaar worden. Waarom? En ik zie dat je microfoon niet in... Wacht, ik kom wel even gezellig bij je zitten, Jan. Nee joh, ik doe het wel voor jou. Vanzelf, kom, ja. Ik zit al. Ik ben toch Very Important Hagenaar. We behandelen hem natuurlijk met alle ega's. Precies. Dat snap je. Nou, ik begreep dat je kon bieden om in de uitzending te komen. En ik maak altijd muziek, vind ik gewoon leuk, is een hobby van me. Ik denk, ik zou toch wel leuk wezen als dan een van die liedjes van mij op die manier ook op de radio zou komen. Dus ik heb dat voorgesteld en een bedragje ingevuld om te bieden. Nou, en ik krijg dus een telefoontje dat het akkoord is. En nou, ik zit hier dus. Dus het ging eigenlijk helemaal niet om die titel, Very Important Hagenaar? Helemaal niet dat het bestond, die titel. Nou, Jan. Ja, zeg Jan. Ben je onze Very Important Hagenaar en doet het je niks? Ja, nee, nou ben ik vereerd. Nu wel. Tuurlijk. Ik geloof het. Ik denk alleen maar aan dat lied wat je heel graag wilt draaien. Je zegt, je maakt muziek, je schrijft, je speelt. Wat voor instrument eigenlijk? Keyboard. Is dat moeilijk? Het lijkt me erg moeilijk, keyboard. Het lijkt me ook totaal anders dan piano. Je moet het natuurlijk oefenen en op een gegeven moment in de leerperiode. En dan gaat het wel. Ja, waarom schrijf je eigenlijk liedjes, Jan? En waarom maak je gewoon die muziek? Gewoon omdat ik dat gewoon... Zodra ik achter... Ik heb vroeger ook in een band gezeten, maar met een gitaar. En zodra ik met een gitaar in mijn handen heb op een keyboard... ga ik zitten rommelen en dan denk ik, hey, dat klinkt leuk. En dan ga ik het zitten uitwerken. Dat gaat bijna automatisch eigenlijk. Het komt vanzelf. Het komt vanzelf. En ik heb zoiets van... Ik zit ook wel op een Duitse muzieksite waar ik het ook laat horen regelmatig. Dat kan, hè? Ja. Waarom een Duitse muzieksite? Ik weet niet of je namen mag noemen. Nou hoor. Dat is een Magic muzieksite. En Magic is een Duitse producent van muzieksoftware. Kijk. En die stellen dus mensen die hun muzieksoftware gebruiken... in de gelegenheid om hun eigen nummers op die site te zetten. En dat kan je dan beoordelen... En dan komt daar bij schrijven, er zitten dan, ik weet niet, de hele wereld zit er zo'n beetje op. Bijzonder. Maar voornamelijk Duitsers, hoor, moet ik zeggen. En die vinden dat dan allemaal erg leuk. Maar verder gebeurt er niks mee. Ik heb zoiets, dat zou wel leuk wezen als hier in Nederland ook iets een beetje... Nou, na vandaag, Jan, gaan de deuren open natuurlijk. Hè? Heb je wel eens vaker al met een liedje bij een radiostation dat je draai het nou is? Nee, eigenlijk niet. Dit wordt de eerste keer. Ja. Wat gaan we horen? Nou, het nummer heet dus I Want to Find the Road to Hell. En dan bedoel ik met hell... Eigenlijk meer de geest in je hoofd die een gegeven moment ook een hel kunnen veroorzaken in je hoofd. Juist. Het is een hele diepe dit, Jan. Geesten in je hoofd die ook een hel kunnen veroorzaken. Ja. Schrijf niet uit eigen ervaring. Dus, ja, ik schrijf uit eigen ervaring. Nee, niet zelf hoor, maar ik heb het meegemaakt. Ja. Ah, okay. Dus de tekst is van jou, de muziek is van jou en je zingt het ook nog zelf en je speelt. Ja. Nou ja, kijk, ik ben benieuwd. Misschien breek je wel door. Het zou zomaar kunnen. Laten we gaan luisteren naar onze Very Important Hagenaar van vandaag. Voor 30 euro, Jan Melet. En met zijn eigen compositie. VIH, Very Important Hagenaar. Oh, sure, it's gonna rain. Hey, it will be bad. It's warm, but there's no sunshine. It's hot inside my head. Oh yeah, your coming days was what I can't repeat. Your faith was filled with hatred. I could not stand the heat. I want to find the road to hell, to bring you back to my world. I want to lead you down that road, to bring you back to my world. Thank you.
hand, you look now fine. Your worth is much more mine. There must have been a reason. Yourself, your dark, or time. I want to find the road to hell, to bring you back to my world. Hoort hem hier voor het eerst, landelijke primeur Jan Melet en ja, zijn zelfgeschreven nummer. Nou Jan, dat is helemaal niet slecht, toch? Voor op de radio. Nee, anders had je het ook niet durven inzenden, natuurlijk. Misschien moeten we even de microfoon, even de microfoon bij me houden. Je moet natuurlijk altijd afwachten wat anderen ervan vinden. Ja, nou we gaan kijken of erop gereageerd wordt ook. Wie zal het zeggen, want zo gaat dat bij de radio. Dank je wel. Dat kan. Geniet van het Very Important Hagenaar zijn. En, blijf nog lekker even zitten tot twee uur. Zitten op de bank. Oké. Toch?